Welkom terug op de Bosbeekhof. Vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over de groenmesters die ondertussen gezaaid zijn. En ook over hoe dat het met onkruidgestel is geweest dit jaar. En dat ga ik doen met een duvel deze keer. En voilà, we zijn vertrokken. De groenmesters die heb ik ondertussen een tiental dagen geleden gezaaid. Hoe dat met groenmesters gesteld is, welke soort dat ik heb gekozen, dat kan je zien in de vorige vlog. Ik heb alles zelf bij elkaar gedaan in een emmer. Ik heb dat goed door elkaar gemengd en ik heb dat open gestrooid. Nu, we hebben eerst die percelen wel, zo goed en zo kwaad als dat kon, onkruidvrij gemaakt. Ik ben ook eens met de vrees overgaan dat de grond wat los lag, dat zaad er tenminste kon invallen. Ik heb dat zaad rondgestrooid, al die verschillende zaden gemengd, rondgestrooid. En het is die avond binnen regenen, dus ik heb die niet ingerold of enert wat. Ik heb puur door de regen het zaad laten in de grond intrekken. Ik ga straks een paar close-up beelden maken van hoe dat het daarmee gesteld staat. Maar ik moet zeggen dat is, er is al heel veel aan het schieten. Ik ben benieuwd wanneer het alles gewoon gaat dichtgroeien. Ik hoop zo rap mogelijk dat we niet te veel meer met onkruid geplaagd gaan zitten. Nu, dat onkruid, dat was dit jaar geen plezier. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben een beetje op een foute manier vertrokken. Het is te zeggen, ik dacht heel conservatief. Dat wil zeggen, ja, ik ging die grond bewerken. Nu, grond bewerken, dat wil zeggen dat dat blote grond wordt. Wat heeft moeder natuurlijk niet graag? Blote grond. Wat wil die? Dat zo rap mogelijk bedekken. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik op een gegeven moment meer aan het wieden was dan dat ik effectief mijn planten aan het verzorgen was, aan het zaaien was en, of aan het planten was. Daar is een massa tijd in gekropen. Veel te veel tijd, in alle eerlijkheid. Ik heb hier echt uren gespendeerd op mijn knieën. Gewoon op zoek naar mijn gezaaide zaken. Het was voor het blijten, in alle eerlijkheid. Nu, op een gegeven moment, ik heb misschien het al verteld, maar toen dat we een weekje in de Alpen zaten, heb ik een boek gelezen van Gabe Brown, waar dat hem dat aanhaalde. Ik vroeg me af, wat doe ik in godsnaam mis? De vellen hiernaast, daar is geen onkruid op te zien. Bij mij staat het vol. Hoe kan dat? Wel, dat komt al door de hele eenvoudige reden dat de velden naast mij behandeld zijn geweest met producten. Ik doe dat niet. Ik ga niet zeggen goed, slecht, één of twee. Iedereen doet zijn goesting. Maar wij gebruiken geen chemicaliën, geen pesticiden, geen gewasbescherming, geen onkruidverdelgers. Dat wil natuurlijk zeggen dat het onkruid vrij spel heeft. Dat wil dus ook zeggen, een keer dat dat aan het groeien is, dat het op sommige dagen heel rap gaat. Het is absurd hoe snel onkruid groeit. Ik ben er zeker van, moesten wij morgen dat onkruid in cultuur gaan brengen en daar een gewas van willen maken, dan gaat dat belangen zo goed mee groeien als dat nu doet, als het de stempel onkruid krijgt. Nu, zoals ik zei, ik heb heel veel uren op mijn knieën gespendeerd om dat onkruid te kunnen tackelen. Ik heb er van tijd ook echt met de handen in het haar gezeten. Maar toen ik die boek las, dan kreeg ik ja, een ander inzicht. Het is te zeggen, we waren vertrokken regeneratief. En ik kwam op het veld en ik ging helemaal terug naar conservatief. Ik ging ploegen en frezen en noem maar op. Maar dat willen we net niet. Dus met die boek te lezen gingen mijn ogen terug open. Of eerder kwamen de ideeën terug naar boven die ik tevoren al had. En wat zijn we dan gaan doen? We zijn onder andere beginnen mulchen. Mulchen is de grond bedekken met plantenresten, in ons geval hier stro. Een dikke laag stro erop met de bedoeling eigenlijk van een onkruidgroei af te remmen of zelfs te stoppen. Dat heeft goed gewerkt op bepaalde plaatsen. Er zijn ook plekken waar dat moeilijker was. Bijvoorbeeld tussen de worteltjes die hier naast mij staan. Ja, die rijen staan zodanig dicht op elkaar en de wortel is toch een beetje een zachter gewas. Als we dat zouden gaan mulchen, ja, dan zit dat loof tussen het stro. Dat is niet ideaal. Er zijn andere stukken, bijvoorbeeld de beetjes die hier naast de worteltjes staan. Ook daar zou het moeilijk zijn om te gaan mulchen. Nu, wat ik daarmee ga doen, naar volgend jaar toe moet ik nog een beetje kijken. Maar ik ben aan het denken van te gaan mulchen met een combinatie van compost en stro pellets of gehakseld stro.
dat toch veel fijner is om te verwerken, dat we veel gemakkelijker fijn kunnen verspreiden. Maar dat is voor volgend jaar. Nu, er bleven hier een paar plekken liggen die, waar dat onkruid ja, vrij spel kreeg. Ik heb me geconcentreerd op planten kweken. Ik heb die plekken waar dat onkruid stond een beetje aan hun lot overgelaten. Ik kon ermee bezig blijven. Nu, ondertussen heb ik deze week, en je ziet dat hier achter mij, die plastic dat daar ligt, daar zit onkruid onder. Wat is daar de bedoeling? Dat we eigenlijk door een folie over dat onkruid gaan leggen, die geen licht doorlaat, de planten te gaan doen laten afsterven. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Ik heb vorige week zaterdag die folie daarover getrokken. Die gaat er toch wel een paar weken moeten over liggen. Ik merk dat hem al een beetje ingezakt is. Dat wil zeggen dat de planten eronder toch al aan het afzien zijn. Met de paar dagen zon dat we nu hebben gehad, hoop ik ook dat er onder de temperatuur goed gestookt is. Dat, dat de planten er des te rapper gaan wegkwijnen. Ik moet nog een paar andere stukken ernaast doen. Ik moet nog plastic gaan bijhalen bij mijn onkel. Maar dan kan gans dat stuk eigenlijk terug onkruidvrij gemaakt worden. Met dan het idee om eigenlijk die tegen de winter de folie terug weg te doen. En naar volgend jaar toe alles hier terug in één keer te kunnen bewerken. En de laatste keer ploegen. Ik ben nog niet overtuigd. Misschien ga ik alleen de wegjes tussenin ploegen. Misschien, ik weet het nog niet. We gaan volgend jaar wel zien hoe dat zit. Maar in elk geval dat we de laatste keer alles in één keer bewerken. En dan overschakelen op puur volledig werken met groenbemester. En enkel daar de groenbemester wegdoen. Zij door plat te rollen, zij door te versnipperen, zij door te maaien, ik weet nog niet. Maar enkele groenbemester weg te doen, waar dat hem echt weg moet. Waar dat er gaat gezaaid en geplant worden. En de rest laten staan. Naar volgend jaar toe ben ik aan het denken aan bijvoorbeeld zaken als terugklaver. Geen wieken omdat die een te verstikkend gewas maakt, maar klaver. Eventueel, ik zou er ook heel graag vlas tussen zetten. De facelia. Gaan we ook vroeg in het jaar zeggen dat die zijn tijd heeft om gewas te maken doorheen de tijd die nodig is. Gelijk dat we grond nodig hebben, gaan we die dan terug inwerken. Ik weet nog niet wat ik er voor de rest bij ga zetten. Maar zeker en vast al klaver, facelia en vlas. Ja, dat al zeker. Eventueel ook zonnebloemen, maar dat wordt dan redelijk zware planten die wel heel veel biomassa maken. Maar die ook een serieus vervelende wortelkluit gaan maken als we dan moeten planten of zaaien. Nu, dat zien we wel. Misschien kunnen we rondplanten. Dat zien we dan wel. Ja. Ondertussen hebben we ook de eerste keer op de markt gestaan in Merchtem. Een belevenis ga ik niet zeggen. Er waren 3 kraampjes. Wij en nog 2 anderen. Was het boeiend. Ik heb heel veel bijgeleerd. Wij hebben niet veel geld verdiend. Zeker en vast niet. Het was de eerste keer dat we op de markt stonden. En dat merkte ook aan de mensen. Het was niet duidelijk wat wij daar stonden doen, wat wij verkochten. Ze bleven een beetje op afstand. Want het waren andere dingen dan dat ze gewoon zijn. Maar volgende week staan we daar terug. Nee, sorry, wat zeg ik volgende week? Nee, nu komende zaterdag staan we daar terug. En dan ben benieuwd. Misschien komt er al wat meer volk. We gaan zien. Merchtem Kermis is voorbij. Dus ik hoop dat de mensen terug wat geld hebben voor eten in plaats van smaltenbollen en fritten. Maar dat zien we dan volgende week. Nee, sorry. Volgende zaterdag. Moest jullie nog vragen hebben over dat onkruid of die groenmesser of dergelijke. Of je wil iets langskomen op de Bosbeekhof. Laat het gerust na in de comments of stuur nog een berichtje. Tot volgende keer!